Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Vandaag krijgen we als Kamer de kans om even met de minister van Buitenlandse Zaken van gedachten te wisselen over zijn inzet bij de Raad Algemene Zaken van 15 oktober aanstaande in Luxemburg. Ik zeg het expres zo, voorzitter, van gedachten wisselen. Want hoezeer ik ook deze minister waardeer en hem langs deze weg ook heel veel succes wens bij de aankomende Raad en in al zijn werk, is het voor ons als Kamer niet mogelijk de minister met vastomlijnde opdrachten naar de Raad te sturen en kunnen wij als Kamer ook achteraf niet weten wat namens Nederland nou precies is gezegd of gestemd. Wij sturen onze minister dus naar een besloten vergadering die plaatsvindt in de soms schimmige achterkamertjes van de Europese Unie. Op de agenda staat onder meer het volgende. De voorbereiding van de Europese Raad. De regeringsleiders van de verschillende EU-lidstaten komen op 17 en 18 oktober bij elkaar. En aangezien wij als Kamer volgende week met de premier hierover een debat hebben, zal ik aan dit agendapunt vandaag geen aandacht besteden. Ook willen de ministers van Buitenlandse Zaken het in Luxemburg hebben over een verklaring over het bevorderen van Joods leven en het bestrijden van antisemitisme. Nou, voorzitter, dat klinkt natuurlijk allemaal heel nobel en sympathiek. Nadat de nazi's en hun handlangers het Europese Joods leven nagenoeg hadden verwoest, wil natuurlijk vandaag de dag niemand meer te boek staan als antisemiet. Antizionist klinkt natuurlijk veel beter. Een verklaring voor het bevorderen van het Joods leven, daar zijn wij als PVV natuurlijk altijd voor. Maar zolang vuurwerk gooien naar Joden die hun doden willen herdenken wordt toegestaan en als waardig wordt aangemerkt, en landen als Nederland de grenzen wagenwijd openhouden voor mensen uit landen waar jodenhaat praktisch het fundament vormt, willen plechtige verklaringen over of voor de opgejaagde en gedecimeerde Joodse gemeenschappen maar weinig soelaas bieden. Verder staat op de agenda de voortgang van het onderhandelingspakket EU-Zwitserland. Belangrijk is natuurlijk dat door goede afspraken met Zwitserland onze economie, en waarschijnlijk ook die van hun, kan blijven floreren. Wel hebben wij een vraag over een onderdeel van de onderhandelingen die betrekking heeft op de rechten van EU-burgers in Zwitserland. Welke risico's zijn er in het kader van de onderhandelingen over het waarborgen van de rechten van EU-burgers? Zo vraag ik aan de minister. Als laatste punt, maar zeker niet onbelangrijk, lees ik dat de Raad een volgende stap wil zetten om Albanië in de EU te rommelen. Albanië, een land met een islamitische meerderheid waar eerwraak nog veelvuldig voorkomt, zit al in de wachtkamer van de Europese Unie. In het hoofdlijnakkoord en ook in het regeerprogramma staat dat Nederland zeer kritisch staat ten opzichte van verdere EU-uitbreiding. Ik vraag aan de minister, maak ons trots en zeg volgende week in de Raad, klip en klaar, Albanië, jullie kunnen misschien, net als jullie voor Italië doen, onze asielzoekers opvangen, maar bij de EU komen jullie niet. Graag een toezegging op dit punt van de minister. Dank u wel. Dank u wel, heer Marcus Sauer. Dan gaan we naar de heer Paternotte. Of wilt u een interruptie? Sorry. Heer Paternotte, een interruptie. Ja, dank u wel. Ik zou de heer Marcus Sauer willen vragen of hij... Want er is deze week wat onduidelijkheid over steun van partijen voor bijvoorbeeld toetreding van Oekraïne tot de NAVO. Of hij wel blijft ondersteunen dat Oekraïne lid kan worden van de Europese Unie, mits uiteraard aan de Kopenhagen-criteria wordt voldaan. Heer Marcus Sauer. Ik hoorde heer Paternotte zeggen blijft ondersteunen. Dat herken ik niet zo goed. Heer Paternotte. De heer Emiel van Dijk die zei bij het eerste debat dat we hadden na het uitkomen van het hoofdlijnenakkoord, ik zie er ruimte voor, dat was een antwoord op een vraag of hij die zag, ruimte voor dat Oekraïne lid kan worden van de Europese Unie. Dus wat herkent de heer Marcus Sauer daar niet in of stelt hij de lijn bij? Heer Marcus Sauer. Ja, ik ken mijn collega de heer Van Dijk niet als de meest gulle collega waar het gaat om uitbreidingen van de EU betreft. Dus ik neem aan dat er uit context wordt geciteerd, maar ik herken het citaat. Ik herken het citaat. Ik lees. En ik denk ook dat we dat citaat zo moeten beoordelen. Dus ik lees het hoofdlijnenakkoord, dat staat ook in mijn spreektekst. En ik lees het regeerprogramma. Daar staat dat deze regering, deze coalitie, zeer kritisch staat ten opzichte van verdere uitbreiding. Van welk land dan ook. Ik denk dat we ons bij die tekst moeten houden. En ik zelf sta ook niet bekend als helemaal niet kritisch. Dus als in het regeerprogramma staat kritisch, dan ben ik wel zeer kritisch. Ik denk dat dat een beetje onze lijn is. Ja, heer Paternotte, nog één. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een mooie boel. Want we zagen na de uitkomen van het hoofdlijnenakkoord allemaal teksten over de nieuwe coalitie staat vol achter Oekraïne. We gaan het onverminderd steunen, zelfs in het regeerprogramma. Het nieuwe kabinet zegt Oekraïne in de NAVO. Nou, dat is een onomkeerbaar pad. Maar wat doet nu de PVV? Nou, eerst nog zeggen, ik zie ruimte voor een toetreding tot de EU. En nu eigenlijk alleen maar, we zijn alleen maar zeer kritisch op alle vormen van toetreding.
En over toetreding tot de NAVO is het zelfs no way. Ja, dit zijn natuurlijk wel dingen die enorm bijdragen aan het beeld bij sommigen dat Nederland steeds minder steun in dat land geeft, dat nu met een verschrikkelijke oorlog te maken heeft en wat Rusland ontzettend goed uitkomt. Ja, Marcus. Ja, het is wat mij betreft geen buitenlandse zakendebat. Steun aan NAVO staat volgens mij ook niet op de agenda. Dus ik graag beperk ik me tot de opmerking over uitbreiden van de EU. Ja, dat raakt dan tenminste dit debat. En ik denk niet dat wij afwijken of dat we iets anders doen. In het regeerakkoord, het programma en in het hoofdlijnakkoord staat gewoon dat wij als coalitie heel kritisch staan ten opzichte van verdere uitbreiding. Dus ik zie niet in waarom ik nou nu opeens niet kritisch daartegen moet staan dat er theoretische ruimte is. Hè. Het gaat dus om de theoretische ruimte die mijn collega in een vorig debat zag. Ja, natuurlijk, er is altijd theoretische ruimte. We hoeven toch niet voor altijd alle deuren constant dicht te gooien. We zijn niet van de dichtgooiers. Nee, ja, ik vraag aan de minister of hij die kritische lijn doorvoert. En in Albanië zegt, vang onze asielzoekers op, maar alsjeblieft, kom niet bij de EU. Maar nogmaals, ik als individueel Kamerlid ga er niet over, maar als we kritisch zijn, moeten we ook kritisch blijven. En ik zie eigenlijk heel weinig ruimte voor uitbreiding in deze. Dat deze coalitie gaat tekenen voor uitbreiding. Ja, ik zie het niet staan in het hoofdlijnakkoord of in het regeerprogramma. Maar als u dat wel kan zien, dan hoor ik het graag. En dan zou ik mijn lijn bijstellen. Maar ik zie vooral het woord kritisch staan. En kritisch is ongeveer tegenovergestelde van uitbreiden. Ja, de heer Marcus Zouden bedoelde niet mij als voorzitter, maar bedoelde de heer Paternotte. Omdat u zei. Ja, de heer Paternotte. Daar heeft de voorzitter helemaal gelijk in. Via de voorzitter had ik dat moeten zeggen. Sorry.